We beginnen met een korte voorstelronde van de Zeeuwen die dit weekend tot de favorieten behoren. Dit is Patrick Bakker uit Middelburg. Hij won in 2018 in zijn woonplaats de Europese titel. Dan door naar Ruben Boutens, ook uit Middelburg, oud wereldkampioen. En hij werd ook al eens tweede en derde bij het EK op deze baan. En dit is nog een jonge jongen, Tim Leloux uit Goes. Hij werd vorig jaar derde bij dit EK. En tot slot nog twee outsiders voor de titel. Met hier Marcel Kouijzer uit Zierikzee. En tot slot Joris Sturm uit Middelburg. Allemaal rijden ze natuurlijk een thuiswedstrijd, maar volgens hen is er weinig thuisvoordeel. Ze proberen het wel te minimaliseren door de baan te verleggen voor de race. Dus ze hebben afgelopen week de baan verbouwd om het thuisvoordeel zoveel mogelijk weg te halen. En het zo eerlijk mogelijk te houden, ook voor de mensen die van ver weg komen. Er zijn heel veel trainingsheats geweest, zeg maar. Dus ja, iedereen weet wat de karts doen, hoe de baan is. Dus thuisvoordeel is er altijd wel een klein beetje natuurlijk. Maar omdat er zoveel getraind is, denk ik dat dat wel tot het minimum behoort. Er zijn heel veel rijders van over heel Europa, heel de wereld misschien wel. Die eigenlijk net zo snel zijn. Het maakt niet uit welke baan ze rijden. Ik heb misschien een klein beetje voordeel dat ik de ondergrond goed ken en dat ik de karts een beetje ken. Maar voor de rest moet je nog steeds stevig racen om het goed te halen. En stevig geraced wordt er dit weekend zeker. Eerst probeert iedereen zich in 7 kwalificatierondes te plaatsen voor de finales op zondag. Dan volgt er een afvalrace tot de 15 beste rijders van het weekend overblijven. En die strijden dan met elkaar om de Europese titel. Volgens organisator Joop Stolk doen er geen koekenbakkers mee in Middelburg. Als je ziet wat voor niveau er wordt gereden, nou, dat maakt dus niet uit of je een WK had of een EK qua rijders. Want het zijn, de top is altijd ook hier. Het niveau is heel hoog. Dus, ik denk dat echt wel het deelnemersveld sterker is dan ooit. Dus het wordt weer heel lastig om een goed resultaat hier neer te zetten. Je hebt best wel veel buitenlanders, groepjes Spanjaarden, Belgen, Duitsers. En, het is best wel hoog niveau hier. Ja, hier rijdt wel de top van Europa. De ex-wereldkampioen Ruben Boutens rijdt mee. De nieuwe wereldkampioen Michael Schuttler rijdt mee. De twee Europese kampioenen rijden mee hier zo. Dus dat is wel de top van Europa hier. Maar wat is het dan toch dat die kartsport zo aantrekkelijk maakt voor deze gasten? Willen ze allemaal Max Verstappen zijn of is het toch iets anders? Het gaat om snelheid, maar tegelijkertijd ook om tactiek. Dat vind ik heel erg mooi eraan. Dat je, ondanks dat je soms niet het snelst op de baan bent, dat je toch door slim te zijn of door goed te kwalificeren of door een mooie inhaalactie, dat je toch de race kan winnen. Het racen, het inhalen, het snel rijden, het maximale halen uit een baan. Het is gewoon die adrenaline kick die je krijgt tijdens zo'n wedstrijd, vind ik gewoon heel gaaf. Ja. Ik zie je lachen als je erover praat. Ja. Wat voel je als je in zo'n kart zit? Ja, het is gewoon vrijheid. Gewoon lekker mijn gedachten op nul als ik een drukke werkweek heb gehad. Of als ik toen de tijd nog met school stress had of zo, dan kon ik lekker gaan karten met mijn vrienden. Gewoon gezellig en even nergens aan denken. Daarna lekker gezellig een biertje drinken of gewoon leuk gewoon. Dat is een virus. Ik bedoel, vroeger begonnen hier zo in de kartbaan. En steeds verder. En heel wat mensen in de opleiding die ook op hoog niveau rijden hier gedaan. En we hebben wat mensen die ook buiten rijden in andere klasses. Dus we vinden het gewoon leuk allemaal. Het Europees kampioenschap in Middelburg van dit jaar is alweer de 4e editie. En als het aan de organisatie ligt, komt er volgend jaar al een 5e EK in Middelburg. Ik ga ervan uit dat de organisatie volgend jaar weer, ik bedoel, een beetje vanuit dat het volgend jaar weer gewoon wordt. Maar ja, misschien in een andere format, maar zoals het er nu uitziet, dan gaan we gewoon door op de goede voet die we nu doen. Hoe kan het dat Middelburg zo'n evenement dan steeds weer hierheen haalt? Ja, dat komt omdat ze al jarenlang ook investeren in de kartsport. Ze doen veel voor de jeugd, ze organiseren veel wedstrijden. En ze hebben ook gewoon enthousiaste sponsoren die mee willen helpen om zo'n evenement mogelijk te maken. Dus ja, het is heel mooi dat de kartbaan weer gelukt is om zo'n deelnemersveld te maken.